In ieder geval heeft hij de tijd van Channing van der Bos met bijna 9 seconden verbeterd. En kijken we eens onder welke omstandigheden Paul Smeets aan het werk is. Het is noodweer. Zijn richttijd die van Zijlstra. 36 seconden. De beste tot nu toe, 45-6. En Capes heeft het nog steeds aan zijn zin. Arend Kuiper dan, de bier van 6 bieren, maar die laat het snel afweten. Blijven bijten, zegt Wolders op de achtergrond. Rob Visser hier is een gevecht met de tijd van Paul Smeets. Stop! 33-5, dat is voor die nauwelijks voorbereider op Visser niet slecht. Cor Jansen van Jorksveld dan, de powerlifter uit Nieuwegein. Hij staat 6 in het algemeen klassement met 11 punten. Jansen van Jorksveld sluit af met ruim 38 seconden. En dan zijn maatje Berend Veenenberg, de winnaar van dit onderdeel in hinderlopen. Toen met het zwaard van Grutte Pier. En weer een uitstekende tijd, maar hij komt 1,5 seconde tekort op Paul Smeets. En dan de laatste man die mag proberen de tijd van de Limburger te verbeteren. Ted van der Parre gaat voor 45-6 of meer. 43, 44, 45. En dan is hij er, maar hoe ver gaat hij nog door? En dan is het gebeurd. 53-1 als tijd. Ted van der Parre wint zijn tweede onderdeel. Hier is de uitslag. 1 van der Parre, 2 Smeets, 3 Veenenberg, 4 Jansen van Jorksveld, 5 Zijlstra, 6 Visser, 7 Kuiper en 8e en laatste Channing van der Bos. Hoe voel je je als je daar in die stromende regen met die storm tegen die Duckdalf staat en je staat aan je prestatie te leveren? In het begin voel je je prettig en als je dan klaar bent, dan voel je je toch een beetje zielig. Denk je, ja, je staat daar helemaal doorweekt zo'n beetje. Dat is wel het enige waar je aan denkt. Maar als je bezig bent, dan... Wij denken daar echt niet aan. Het is gewoon staan, presteren, goed presteren en ja, het beste van maken. Je grote voorbeeld Capes stond naast je. Ja, en dat geeft ook inspiratie. Zeker weten. Na 4 onderdelen, duidelijk aan de kop. Dat is een mooie afsluiting voor de eerste 4 onderdelen. Dat is een mooie afsluiting en ja, wat brengt morgen weer, ik weet het niet. Het is, in ieder geval ga ik heel rustig slapen nu. En dat is met deze voorsprong een goed idee, want Van der Parre heeft maar liefst 4 punten voorsprong op Berend Veenenberg en 6,5 op Wout Zijlstra. Channing van der Bos is dus zijn laatste plaats teruggeworpen en de rest volgt op afstand. Begin van de tweede dag en we zijn daarvoor verhuisd naar de Ballemerbocht, de vroegere aanlegplaats voor beurtschippers. En wat wordt er vandaag? Het waait nog steeds hard en de deelnemers gaan opnieuw een zware dag tegemoet. De Ballemerbocht is een markante plek op het eiland, waar het bij rauw weer werkelijk kan spoken. Rauw weer zoals gisteren, zoals wind en water altijd aan het eiland hebben geknaagd. Een gedenkwaardige plek ook omdat hier de Noormannen en de kapers uit Duinkerke zijn geland. Een ideale reden dus om de dijk wat te verstevigen. En we doen dat met basaltblokken van 80 kilogram per stuk. Een onderdeel waarbij het aankomt op kracht en explosiviteit. En waar heeft nou een deelnemer het meest op getraind? Op statische onderdelen, als bijvoorbeeld de deadlift, of op onderdelen waarbij het aankomt op motoriek, zoals hier. Paul Smeets is een bodybuilder die een algemeen soort training heeft. En Berend Veenenberg is een typische powerlifter. Met andere woorden, een specialist in bankdrukken, deadlift en kniebuigen. Twee blokken nog voor Smeets en het is duidelijk dat de gang van Veenenberg moeilijker wordt. Een powerlifter moet het niet van lopen hebben. Hier komt Veenenberg met een vertrokken gezicht. Hij heeft het zwaar. Nog één keer dat hoogje op voor Smeets en dan ziet hij dat hij bijna een blok op Veenenberg voor ligt. Veenenberg die zijn benen bijna niet meer vooruit krijgt.
En Smeets weet dat hij van de sportschoolhouder uit Geesteren weinig meer te vrezen heeft. Het laatste blok voor Veneberg, terwijl Smeets het werk geklaard heeft in 1 minuut en 43 seconden. Maar oh, wat is dat laatste blok zwaar voor Veneberg. Het is maar 80 kilo, maar het lijkt er wel 150. En dan nog even terug naar de finish. Strompelend, naar een tijd van 2 minuten en ruim 2 seconden. Hij is kapot en ik kan geen pap meer zeggen. En dan het tweede paar. De voorste blokken zijn van Rob Visser en de achterste van Arend Kuiper. En u ziet het al dat de Fries een duidelijke voorsprong heeft op de Katwijker. Als hij dit blok kwijt is, dan heeft hij er nog maar één. Gaat hij de tijd van Paul Smeets verbeteren? Rob Visser gebruikt zijn schouder. En Arend Kuiper gaat bijna onderuit. De laatste meters voor de 24-jarige krachtpatser uit Sexbierum. Voorlopig zit in de honderde tijd van Smeets. En daar gaat hij over de finish in een tijd die inderdaad sneller is dan die van Smeets. Terwijl Rob Visser het nog steeds rustig aan doet. Blok op de schouder, goed kijken hoe hij loopt enzovoort. Op zeker. Nou ja, op zeker. Dit was een aardige smak die hij toch maakte. En Tjalling overziet het schouwspel. Het lot heeft hem gekoppeld aan de leider van het algemeen klassement, Ted van der Parre. In de laatste heat wel te verstaan, want eerst kijken we naar de race tussen Cor Jansen van Jorksveld en Wout Zijlstra. De man die ons verzekerde dat ze nog niet van hem af waren. En Zijlstra is typisch zo'n man die kracht koppelt aan snelheid. Dat hebben we eerder al gezien bij het strandjutten. Jansen van Jorksveld is evenals Bierend Veneberg een powerlifter en dus ook een statische krachtpasser. Wout Zijlstra is snel. Zijn lokhaas is de tijd van Arend Kuiper, die 1.39.8 rechtsonder in uw beeld. Nog één blok moet hij sjouwen, dan heeft ook hij zijn 480 kilo afgeleverd. Zijlstra, haalt hij het? En dan 3 seconden sneller dan Kuiper, terwijl ook Cor Jansen van Jorksveld zich zeker niet voor zijn tijd hoeft te schamen. Hij komt tot 1.47.86. Sneller dan Smeets. Sneller dan Smeets, ja. Het ging wel vrij goed. Ik had gewoon mijn eigen tempo. En de laatste zo snel mogelijk. Ik denk dat het snel genoeg moet wezen om dit onderdeel te winnen. Ik voelde me vanmorgen het beste. Ik vertrouw er wel op. Maar, de Bob, hè? Ja, zwaar hoor. Zwaar hoor, een mooi onderdeel. Je uithoudingsvermogen wordt alom geroemd, maar ik hoor je toch knap hijgen. Ja, ze zijn vrij zwaar natuurlijk, hè? Maar ik train thuis met 4 duct op en de trap op. Zakje zand, 60, 70 kilo per heen. En dan 40 trainen met 4 duct op. Ik ben wel wat gewend. Hoeveel keer ga je er nog wanneer? 3, 4, misschien soms wel 10 keer. Zoals gezegd, een goed getraind sportman die Wout Zijlstra. En dan nu de laatste heat die tussen de titelverdediger Tjalling van der Bos en de leider van het algemeen klassement Ted van der Parre. En wat opvalt is dat van der Parre begint met de verst liggende blokken en Tjalling met de blokken die vooraan liggen. De lichte voorsprong van Tjalling lijkt dan ook een beetje vertekend. Nog 4 blokken voor elk. In totaal dus nog 320 kilo. En zoals gezegd, die gaan wegen. En zeker tegen dat hoogje op. In deze fase een hele lichte voorsprong voor Van der Parre, die nu ook op de voorste blok overgaat. Wil hij een psychologisch tikje uitdelen aan Tjalling. Want kijk, hier heeft hij duidelijk een voorsprong en dat ontmoedigt de tegenstander. Nog 2 voor allebei. En wat doet Van der Parre met die snelste tijd van Zijlstra, die 1.36.29? Zijn tempo stokt nauwelijks. De laatste, en nu moet hij geen fouten maken. Kijken we naar die tijd. Het zal erom hangen. Thank you.
terwijl Tjalling duidelijk de inspanning van zijn snelle start moet bekopen. En dan ook de laatste meters voor Van der Parre. En hij gaat naar een tijd van 1.39.7. Sneller dan Kuiper, maar 3 seconden langzamer dan Zijlstra. Voor Tjalling 1.50.4, de zesde tijd. Tweede plaats. Tweede. Dus, leuk onderdeel. Vooral omhoog, omlaag. Je moet echt alles gebruiken wat je hebt. Bij de vierde steen gaf je een psychologisch tikje door de voorste te pakken. Ja. Je wilt ervoor komen. Jawel. Dat is leuk, zulke dingen. Dat moet je gewoon ingepland hebben. Ja, als je dan kan doen, ja, dan moet je het gewoon doen. Tjalling is vergeten? Nog nooit. Tjalling mag niet vergeten. Als een vechter en die komt, nog wel terug, let maar op. De tweede overwinning dus voor Wout Zijlstra, een verrassend goede deelnemer. Tweede Sted van der Parre en vervolgens Kuiper, Smeets, Jansen van Jorksveld, Van den Bos, Veneberg en tenslotte Visser. Competitie verloren voor je? Eerste plaats, daar ga ik er niet voor, maar helaas ben ik ook niet met die intentie gekomen. En als Tjalling dit zegt, bedoelt hij dat hij net een zwaar seizoen met Highland Games achter de rug heeft en niet vrij is van blessures. Dit is de stand nu. Van der Parre riant aan kop met als goede tweede Wout Zijlstra. Het verschil tussen de twee is 5,5 punt. Weer in Veenebergen naar een Kuiper ontlopen elkaar niet veel. Zoals gezegd hebben veel Amelanders aan de walvisvaart meegedaan, voornamelijk in de 17e en de 18e eeuw. En de zogenaamde commandeurswoningen zijn de stille getuigen daarvan. In een woning met een dubbele richel woonde een kapitein en in een woning met een enkele richel een stuurman. Onderscheid moest er zijn. De ijzeren ankers in de voorgevel geven het jaar aan waarin de woningen zijn gebouwd. Ze dateren bijna allemaal uit de periode van 1650 tot 1800. De plekken onder de schoorsteen zijn vaak bruin uitgeslagen. In de koude winters werd er hout gestookt of toert. En dat is gedroogde koeienmest. En ongetwijfeld zullen ze toen al gedacht hebben, waar het stinkt, is het warm. Nou, bij het zesde onderdeel gaan we toert hijsen. En wel tegen de toren van Nes. Wout Zijlstra zou proberen de tot dan toe beste tijd van Cor Jansen van Jorksveld te verbeteren. En die tijd was 27-4. ...125 kilo toert via deze hijsinstallatie met rem tegen de toren van Nes op. Ga daar maar aan staan. En Wout is blij met zijn tijd van 25-2. De snelste is hij nu. 25-11. Dik tevreden, dik tevreden. Voelde goed aan, ik kon hem lekker beet houden. Ik zag eerst de andere, ik denk, toch verrekte zwaar. Dit is maar stront, hè. Ready! Tjalling van der Bos. En heeft de reus van Achlum dan nog wat in huis? Bij de laatste onderdelen heeft hij veel in moeten leveren. Opvallend is dat hij zijn bankje in de lengte heeft gezet. Heeft dat met ervaring te maken? Zijn tijd is in ieder geval indrukwekkend. 20,9, 4 seconden sneller dan Wout Zijlstra. Snelste tijd? Ja, ja. We zijn hier niet voor niks. We proberen toch nog wat te goed te maken, hè. Waarom zette je het bankje in de lengte? Nou, ik wil het zien. Nee, maar die jongens dus, als het bankje zo neerzet, dat ze geen helemaal lange halen maken, heb ik altijd door je rug knikt, want er zit geen steun. Ik bleef dus met mijn rug op het bankje. Je wilde wat bewijzen, hè? Ja, ik wil eigenlijk, het vorige onderdeel wilde ik ook wat bewijzen, maar ineens ging dat ineens heel hard lopen, dus kon ik bijhouden. En het volgende deel ga ik weer wat proberen. Met andere woorden, Ted van der Parre kan nog de nodige tegenstand verwachten. En wat zit er dan in voor de leider van het algemeen klassement die in tegenstelling tot Tjalling het zitbankje in de breedte heeft gezet? 20,9. Dat is de tijd van Tjalling. Het tempo van Van der Parre lijkt trager. Yes. Go! Go!
inderdaad Ted moeten doen met 26,6, een derde plaats. Shit. Niet goed. Tijd 26,64. Niet goed. Ik weet niet. Denkt u al, jongens, ja, gewoon eerlijk zijn, ze gewoon beter. De uitslag van de toertijzen. Johnny van der Bos wint zijn eerste onderdeel. Voor Wout Zijlstra en Ted van der Par. En vervolgens Jansen van Jorksveld, Smeets, Kuiper, Visser en Veneberg. Altijd nog de derde tijd, hoor. Ja, maar is niet goed. Je moet winnen. Ja, ik reken naar 2 punten verloren op aan. Dat is zonde. Dat was niet de bedoeling. We gaan naar de molen. Ai. Die geven een gooi. Met nog 2 onderdelen te gaan brengt Zijlstra zijn achterstand op Van der Parre terug tot 4,5 punt. Derde is nu weer Tjalling, gevolgd door Arend Kuiper, Paul Smeets, Jansen van Jorksveld, Veneberg en Rob Visser. Weer zo'n mooi plekje op het eiland. De in 1880 gebouwde korenmolen van Nes, de Phoenix. Hij maalt nog steeds voor de plaatselijke bakker, maar vroeger had hij ook een andere functie. Vlak bij de molen woonde namelijk de veldwachter. En was hij thuis, dan stonden de wieken in de zogenaamde ruststand. Maar was hij op zijn ronde, dan werden de wieken snel anders gezet. Met andere woorden, om de stropers van konijnen en de jutters te waarschuwen. Ze konden dan vrijelijk hun gang gaan. En het heeft jaren geduurd voordat de Koddebeier begreep waarom die eigenlijk op Ameland zo weinig bekeuringen gaf. Nou, we gaan kijken naar een volstrekt nieuw onderdeel in de sterkste mancompetitie. Het kruien van de molen met de hand. Ready! En het lijkt nauwelijks mogelijk om dat in je eentje te doen. Maar u ziet, de Ted van der Parre heeft er goed een beweging in. Ondanks bijvoorbeeld ook de gladde ondergrond, want het had weer geregend. En dan dit geluid dat aangeeft dat hij vastloopt. Het geheim van dit werk is om hem zo lang mogelijk door te laten lopen. Als de wieken stilvallen, dan wordt er een enorme aanslag op het lichaam gepleegd om er weer beweging in te krijgen. En als gewoon de deelnemers 90 seconden de tijd krijgen, zie je Van der Parre denken of hij nog wel verder zal gaan. Want zijn afstand? 15 meter en 95 centimeter. Onmenselijk. Grond te glad. En loop vast. En dan sta je stil. Dat kan ik niet te doen. Nee. Nee. Dus niet te doen. Ik denk dat Wim in de rond te krijgen. Dan denk ik een petje vanaf. Stille man! Kom op! Ja, dat is het! En we kijken naar een andere techniek. Arend Kuiper doet het met zijn rug. Kom, je moet nog een meter. Kom op. Nou, nog wel meer dan een meter om die afstand van Ted van der Parre te halen. Kom op, kom op, kom op, kom op. Maar dan laat ook Arend het afweten. De jongste van dit gezelschap draait goed mee, maar hij krijgt hem niet verder. Zijn afstand wordt gemeten. Hij komt 3 meter tekort op Van der Parre. Ik gleed uit. Ik had een lekkere gang hier. Gleed ik uit. Ja, deze gang zag je meteen eruit. Dan moet je hem uit stilstand weer opbrengen. En vooral op dit kritieke punt is dat natuurlijk enorm. Hoe pak ik die korenmolen aan? Bijvoorbeeld zo, heel slim, met die voet tegen de dukdoof. Maar hier weer dat geluid als slechte voorbode. Friesland Boppen, ja, maar helpt het ook? We zien de reus van Achlem op zijn rug en, laten we eerlijk zijn, een echte strijder laat niet graag zijn rug zien. Hij is teleurgesteld. 15,95 meter, nog steeds die beste prestatie van Ted van der Parre. Tjalling komt tot 12,86 meter en dat is 10 centimeter minder dan Arend Kuiper. Als die vak liep, was het later dan in ieder geval bij Arend Kuiper. Ja, absoluut. Absoluut. Hij loopt daar vast. Misschien kon je het horen. Ik krijg hem echt niet weg. Ik heb naar buiten proberen te duwen, naar binnen proberen te duwen. Ik had goed grip, had ik het idee. Dat ging niet. Het is jammer, maar helaas.
En dan Cor Jansen van Jorksveld die het met rukjes probeert. Brengt dat dan het gewenste resultaat? Je kwaad maken. En dan maar eens proberen de methode Kuiper. Met de rug dus. En ook hij zal geen bedreiging vormen voor Ted van der Parre. De powerlifter uit Nieuwegein moet het doen met 4,87 meter. Aandacht nu voor Rob Visser uit Katwijk, de invaller. En dat is al een mooi eentje. Gaat hij verder of bedenkt hij zich? Hij bedenkt zich wat hij komt. 13 meter en 73 centimeter ver. En dat is niet slecht. Je hebt toch een indrukwekkende afstand. Jazeker, ja. We hebben allemaal last van de wind. Het valt uit. Ik ben sterk genoeg, je ziet het. En kijk dan eens hoeveel mensen er nodig zijn om die wieken rond te krijgen. Wout Zijlster dan, de nummer 2 van het algemeen klassement. En wat zou het leuk zijn als juist hij ook ver kwam. Hij immers is de verrassing van deze competitie. En hij kan als enige nog van de Parre bedreigen. Maar hij komt tot slechts 90 centimeter en zijn teleurstelling is hoorbaar. Ja? Het is glad en ik val en hij... Ik start, hij begint. En, ja, het is glad, ik val en hij staat stil. Ik krijg hem nooit meer beweging. Het is over. De eerste meter op. Ja. Vanaf het startblok. Ja. Niks meer doen. Ja, dat is gewoon vast. Ja, ik stond mooi in het klassement. Ik had nog hoop. Dit is een hele stap terug. Berend Veenenberg deed het uitstekend met 14 meter en 87 centimeter. En Paul Smeets zag zijn poging stranden bij 1 meter 98. Het was met onderdeel wel. En dan de uitslag van dat vreselijke onderdeel. Ted van der Parre boekt zijn derde overwinning. Vervolgens Veenenberg, Visser, Kuiper, Van der Bos, Jansen van Jorksveld, Smeets en laatste Wout Zijlstra. Jan, sorry voor de rommel die we gemaakt hebben, maar hartstikke bedankt voor de gastvrijheid. En tot ziens, hè. Daarvoor bedankt. Herken u van de hand rennen? Hoe bedoel je? Ameland schijntje van Jan de Molenaar. Van der Parre, Riant aan de leiding met 47 punten. Wout Zijlster blijft toch nog tweede met 35,5. Tjalling is derde met 33. En Berend Veenenberg vierde met 32. Ten slotte de rest. Voor het laatste onderdeel zijn we in het centrum van Nes, het Kerkplein. Dit is het wapen van Ameland. Een schild, een wassende maan en drie balken. En als je aan de eilandbewoners vraagt waar ze dat wapen vandaan hebben, dan zullen ze stevast zeggen: de Amelanders schalken stalen eens drie balken. 'S Avonds in de maneschijn en daarom zal dit hun wapen zijn. Over balken gesproken. Wij gaan aan het werk met boomstammen. Te beginnen met een gewicht van 90 kilogram. En voor die 90 kilo staat deze man, Tjalling van der Bos. Hij heeft zijn titel zeker in moeten leveren, maar het zal hem er veel aan gelegen zijn om bij dit laatste onderdeel nog een goede prestatie te leveren. Yeah! Het grijnzende hoofd van de Fries voelt dat hij populair is op eigen bodem. Nou, niemand zou problemen hebben met deze 90 kilo, zodat we kunnen verzwaren tot 100 kilo. Een gewicht dat van tevoren is gekozen door opnieuw een Fries, Arend Kuiper. De pas 24-jarige beer van Sexbierum draait met zijn vijfde plaats het algemeen klassement goed mee. Klein maken, voorslaan, het hoofd gebruiken, in beide opzichten en uitstoten. En dan weer een stapje verder, 110 kilo. En ofschoon Ted van der Parre weet dat behouden zijn blessure de titel hem niet meer kan ontgaan, doet hij zijn sportieve plicht door zo hoog mogelijk mee te draaien. En dit door zijn enorme lengte niet zijn favoriete onderdeel is. Want kijk eens naar de afstand die hij moet overbruggen.
De ruwe bolster. En dan wordt het serieus, want Cor Jansen van Jorksveld gaat hier voor 125 kilo. En dan is hij nog in de race met collega powerlifter Berend Veenenberg, met Wout Zijlstra, Ted van der Parre en met Tjalling van der Bos, die pas één keer geteld heeft. Die 90 kilo van Tjalling. Wat kan Jansen van Jorksveld? Hij heeft er de bouw voor. Een goede poging, maar laten we eerlijk zijn, 125 kilo is niet gering. Wout Zijlstra. Hij prepareert zich voor zijn poging. 120 kilo ging makkelijk. Terwijl Van der Parre hier de sprong probeert te maken van 110 naar 125 kilo. Hij zei in het begin dat het niet zijn sterkste onderdeel was, maar voorlopig draait hij nog goed mee. Mickey, ga je pakken, kom op. Oh. Allee, Mark, hè? En weer het probleem voor die lange Van der Parre. Een geweldige afstand die overbrugd moet worden. En dan niet zeggen, ik kap ermee, want ik ben toch al sterkste man van Nederland. Nee, doorgaan. Maar dan is het te veel. Hij redt het niet. Maar ja, wie maalt daarom in feite? Van der Parre heeft een sportieve plicht gedaan. Met 3 gewonnen onderdelen en een meer dan voortreffelijk gemiddelde op de andere onderdelen neemt hij de kroon over van Tjalling en wordt die sterkste man van Nederland. Is die lipstick van die boom? Ja, trekt een beetje af. Je greep naar je been? Ja. Bang voor was, maar het komt gelukkig met het laatste onderdeel pas. Daar ben ik blij om. Maar ik kreeg zelfs wel last van op te komen. Kom nou weer terug. Come on! Wout Zijlstra heeft nog steeds uitzicht op een tweede plaats. De sympathieke sportman uit het Friese Volksscharen pakt bij zijn eerste optreden meteen al een tweede plaats. Jij bent nog echt enthousiast, hè? Ja, ik voel nu de kracht weer komen. Ja, het is vreemd. Even een klap gehad met de molen en voor de molenwiek. En al gaat het weer best. Ik word geen molenaar, maar boomstapzagen, ja, kijken. Dat ligt me wel. Klasse. Tjalling van der Bos, hij maakt een sprong van 90 naar 130 kilo. Is het bluff of realiteit? In ieder geval brengt hij zijn tegenstanders daarmee in verwarring. Hij bleek te overmoedig. Hij valt terug naar zijn aanvangsgewicht van 90 kilo. En dat kost hem een paar plaatsen in het eindklassement. En dan is er nog maar één man. Eén man die het kan doen. Met een gewicht van 130 kilo, Berend Veenenberg, de sportschoolhouder. Hij is Nederlands kampioen powerlifter in de klas tot 125 kilo. Kan hij het dan waarmaken? Wat heet 2 keer zelfs en laten we dan eens kijken hoe Capes dat beoordeelt. En dat is dus een Engels geetje. Berend Veenenberg wint het onderdeel voor Cor Jansen van Jorksveld en Wout Zijlstra. 4e gedeeld Kuiper van de Par en Visser en gedeeld laatste Smeets en van der Bos. Van de Parre. Terechte winnaar? Ja. Ja, kan ik niks anders over zeggen, is terechte winnaar.
Ja. Doe je zelf nog een keer een gooi? Als ik de uitnodiging terug zou krijgen, ja. 100%. Maar dan doen we het anders. En hier de eindstand. Veneberg vond hem een terechte winnaar. En dat is hij ook. Ted van der Park. Oh, the hands are wobbling. Tremendous pain. He's gone. What a performance, though. Well, that is Jamie's third win in a row, with Bill Kazmaier fighting second, Dan Markovich and Ab Valdashir third. But this has been a disaster for John Paul Sigmundsson, who could barely hold on to sixth place. It is at the moment my worst event, but I am not so unhappy because the best man won. John Paul's got some good events to come tomorrow, so I've only just won another little battle, not the war yet. I'm only three behind John Paul, and my best event's a truck pull. I should do real well with the cart and the loading, so I plan on getting right up there into a solid second and maybe even chasing Jamie. Fighting talk from the American, and Jamie consolidates his lead, which is now stretched to 5.5 points. John Paul's stumble has cost him dearly. Kazmaier hangs on in third, and Valdes is closing the gap just 1.5 points behind. Well, the competitors now head for their beds for some well-earned sleep, thaw permitting, of course. But visitors to this colourful city never seem to call it a night. It's Fiesta Week, and the streets are thronging till 4 or 5 every morning. Human pyramids, street dancing, even a reenactment of the bull running of Pamplona, just 50 miles south of this area. The sparks fly and the celebrations go on long after the firework-laden bulls retire. And fireworks continue to light the skies all week, as each region of Spain spends more time and more money than the last to impress the judges who assess the displays every night. And the next day, the crashing of the Atlantic breakers are no doubt aggravating a few sore heads. Day 3 of the world's strongest man competition begins right here in front of the beautiful La Concha Bay. It's another traditional Basque event, the Basque cart carry. Now, the idea is to carry this massive cart for as long as the competitors can endure it, round the circle, and then there's a measurement to see how far they've managed to carry it. It's the very kind of event that will make or break Jamie Reeves's chances of winning this world championship. Every single viewpoint is taken to watch another crowd pleaser. And Rudi Kuster, the West German, is first to go. He's failed to worry the leaders so far, but he started very, very strongly in this one. He's heaving 228 kilos of cart to waist height. Now, in Basque games, the competitors are allowed to hook the cart into their belts to spread the load, but our men aren't in this one. Nevertheless, Kuster's doing very well. The pain is showing, but the crowd are urging him on further, and this is his best showing in any event so far. Remember, these wheels mustn't touch the ground. While the legs are going just a bit, he's forcing himself on further. Oh, that was great. 65 metres, a tremendous performance. Now, John Paul Sigmundsson. He's almost completed one circle, but he doesn't look comfortable in this event at all. Grimacing through the pain, and he's stumbling along. And it's almost as if the cart's running away from him. He mustn't touch the ground. No, it's down. And tremendously disappointing, just 45 metres. And look at these legs, they're almost like rubber. Now, Jamie Reeves, the tournament leader so far. That's where John Paul Sigmundsson had to give up. His wife, Debbie, urging him on, but it's hurting. She's running round with him just to keep him on top of this one. Well, the cart crashes to the ground at the 54-metre mark. He needed more than that just to stay out in front, but this is a very technically difficult event. I'm twisted, so he can't walk properly. And with the muscles not working in line, in your hips, puts a tremendous strain on your legs and hamstrings. Well, we pick it up with Laszlo Fekete laughing off any doubts about his ability. He's gone round once already. His trainer really winding him up for this one. And he's showing him where his competitors have stopped. He's passed their mark. Just look how high the cart is off the ground. That's tremendous. Still laughing. No sign of crumbling at all.
Come on, says his trainer. Further yet, past the next one. And down it goes, but 68 metres. He goes into the lead. Now we pick it up with the injury-stricken Bill Kazmaier struggling yet again against all odds. And only he can describe the pain he's been through. A lot of spasm and a cramp in the arm. Other than that, the legs start to go. I think about one thing or the other. The ankle wasn't doing anything. It wouldn't come along with me. So I started thinking of head to toe pain. It's a pretty tough exercise. So on to the last competitor, Ab Valdez, the sprightly Dutchman, now turning cartwheels, quite literally. He's gone round once. As ever, Jim Pollock, his trainer, by his side. These two worked together on the Highland Games circuit in Britain, but what a combination they've been here this week. Very steady pace from the Dutchman. Now Jim Pollock screaming at the top of his voice. That's where you have to go, says Pollock. Come on. Now Fekete stopped there. Another few paces and he's passed him. Come on. But he's done it. 70 metres. He's beaten the Hungarian. So a second win for the Dutchman, whose challenge there was quite superb. Fekete, Kuster and Numista salvaged their pride, beating the overall leaders. But it really seems as if Ab Valdez has the bit between his teeth. So we've got a running event, two running events more. You see some surprises today. Okay? Keep watching. So after six events, Jamie's still comfortably out in front, but Ab Valdez's success in the cart lift now means that he overtakes John Paul into second place. Bill Kazmaier holds on in fourth position, but the American's injuries are having a severe effect on him. And so we reach the penultimate event in this competition for the DAF Trophy. This is one of the most famous of all, the truck pull. It's 380 horsepower, which normally drive these 6.5 tonners. Well, today there's just one man out in front apiece. It's a head-to-head competition, man against man. Kazmaier says he's favourite for this one, but that ankle injury must surely come into play. Jamie looking rather apprehensive, but as ever, a quiet word of encouragement from Debbie. Now, there's Rudy Kuster, waiting for this one. He's up against the Finn, Ilkka Niemistö on the far side. Now, they must stay very low for this. These huge wheels have to turn as quickly as possible. And the Finn, using spikes, digging into the tarmac, the German without them. Niemistö's using his hands effectively as well. Already he's building up momentum. German rather high, perhaps, not getting enough power into it. It's a good time. This 45-year-old Finn touching down in 29 seconds, the German just behind him. Well, a good performance from this very affable Finn. Without fight. Well, Rudy seems happy enough, but how does the scorching heat affect the most northern competitor? They are warm over here. A little bit too hot for him. Finland, Galt. On to heat number two now. Now the big question here is, will that ankle hold out for Kazmaier? He is very low down, he's making good progress already. Laszlo Fekete higher up, not using his hands effectively. And immediately you can see that it's Kazmaier who's pulling away. Remarkable resilience for this tough American. The time is not bad at all. Now he's opened up a gap in Fekete. And 28 seconds, a tremendous time. He takes the lead, and considering the injury and the pain he's gone through, that is quite fantastic. Well, he has to be helped to his feet, though. The ankle is obviously causing him much duress. And the crowd clearly concerned about that injury. Bill, how did the ankle hold out there? I'm not getting anything out of it. Getting anything out of the legs. It's too beat up. You won't give up, though, will you? Well, I'll try. But try as I may, this wasn't my day. Well, Jamie Reeves knows the time he has to beat, and that 23 stone frame pushing hard against the starting block. It's a head-to-head with Dan Markovic, 21 and a half stones.
And already it's Reeves who opens up the gap. Debbie screaming at her husband. Oh, he's going so fast now. This is going to be a good time. 22 seconds, six better than Kazmaier. What a performance from the Englishman. And Markovic is down. But Reeves is delighted. I really needed it, you know. But I think this is the harder lane on this side. So, you know, Ab's very strong. So is John Paul. So, just have to wait and see. Let's go there, business! Well, Sigmundsson still clearly determined to retain his title. He needs a good result in this one. And off they go. Sigmundsson almost flattening his face. And Valdes is a full 2 stones lighter than the Icelander. Jim Pollock urging his man on. And already, it's the Dutchman who's taking the lead. Now, this would be another major upset because it's Ab Valdes, who's moving ever closer to the line. The time's going to be good. 24, just ahead of John Paul Sigmundsson. And defeat for the Icelander, another major disappointment. And a shock second place for the Dutchman. I like truck pulling, but I don't like losing. But losing to a better competitor, you have to take it. If I'm second in this event, it's more than I could expect at Interval End. I'd like to be Jamie again. Sorry. Well, really no need to apologize because the replacement Dutchman is making a late run. While Jamie wins the event, Ab takes second place. John Paul slides to third, and Bill Kazmaier has to accept fourth. Jim, did you really think this man was up to this kind of task? Not really, no, because he had been competing for 2 weeks in Highland Games, and he was trying to relax. We said we were going on a holiday. He was trying to get a relaxing couple of days, watching the other ones do the work. And then on the Thursday morning, he came to me and he said, "We're working this weekend." Well, Jimmy Reeves is almost unassailable with a massive 7-point lead. Ab Valdes pulls away from John Paul to a clear second position, and John Paul's title is relinquished, with Bill Kazmaier in fourth place, well ahead of the rest of the field. The last event switches venues once more, with the Old Harbour grabbing centre stage. This town, of course, has relied on its fishing fleet for centuries, a fact reflected by the rich variety of seafood restaurants which line the harbour walls. And this crowd has relished every event. They don't want to miss the climax of this thrilling contest. Jamie's parents can relax now with the winning post in sight for their pit worker's son. Back at the pit in Sheffield, they'll be rooting for him too. But they'll all have to wait because the 6'3", 21-stone Icelander's not giving up his title lightly. John Paul still defiantly slaying the heavenly opponents. And nice to see a sporting handshake with Bill Kazmaier, the man who's never given up throughout. Well, after 3 hard days of competition, this is a grueling finish. The object is to load 6 awkwardly shaped items, each weighing 90 kilos, onto a truck. Now, the course is 10 meters and uphill. John Paul knows better than anybody that the world's fastest strongman, Valdes, can deny him even a second place, and that would really dent his fierce Icelandic pride. So he really has to burn up this course to save his honour, and he started well. Kelly gets tossed onto the truck. Remarkable to think this man started as the title holder. He's fighting now to retain even second place. The last item, the anchor. 90 kilos, every one of these objects. And on it goes, 44 seconds. A last stab at the gods who conspired against him. He's been under par all week, but fought to the very end. Well, the large crowd packed into the harbour area, warming to the showmanship of John Paul Sigmundsson. And with the issue of second place yet to be decided, the Icelander concedes that, barring injury to the Englishman, Jamie Reeves is the new title holder. But John Paul has some kind words for his great friend and rival. Jamie Reeves, man of iron from Sheffield, champion now. Well, Jamie acknowledging that glowing tribute from his hero. So let's see if it's to be Sigmundsson or Valdes who finishes runner-up.
There's a real spring in the Dutchman's step with Jim Pollock demanding maximum effort. Jamie needs only one item to be loaded to confirm him as champion. But the full focus of attention is on the Dutchman. Can he put John Paul Sigmundsen into third place? 44 seconds is the time to beat. Valder's starting very strongly. Reeves is giving it his all as well. That boy filled with sand, 90 kilos in every object. Valder's is really motoring. The fish is tossed onto the back of the truck. Two items left. Now Valder's just has one object to take to the truck. It's going to be tight, only 8 seconds left. He's really struggling with this one. One last effort, it's there. Valder's wins the event and takes second place in the championship. Now Jamie loads this on, picks up his crown as the new world's strongest man. Clearly delighted. Second in the championship, you must be delighted. Well, remember that this 1 point makes me 100 or 1,000 pounds. Think about that. It makes you run like hell. Well done. You came here to win the World's Strongest Man competition. You've done it. Yeah. You know what makes it better is to beat some great champions like John Paul and Bill and Ab. They're all great champions, and to do it in a field of this calibre makes me very happy. I know how desperately you like to win these things, but you're very, very worthy of your praise of the others there. Well, yeah, you know, the other guys are great. They really are. I mean, they deserve all that they get. John Paul's been a good champion for 3 years, three times. Jamie is well-deserving of the championship. He trained really hard. He came up so fast in the last 2 or 3 years, building up his upper body, his lower body, and then his conditioning and his practicing of the events. You can't say enough about him. He deserves it, obviously. At the moment, my sword is not sharp enough. So, in about 5 days, I am going to go to Sheffield and get a new sword. And Jamie Reeves, the world's strongest man now, he is going to make it for me. So, you will see me and Jamie back next year, fighting again for the title. But it is a great honor to lose for such a great champion as Jamie is. So salute for Jamie. He's a true champion. Two former champions so sincere in their praise of Jamie Reeves, who wins the title so magnificently by 5 clear points. Ab Valder's takes second place, John Paul Sigmundsen has to accept third, and the brave Bill Kazmaier finishes fourth. So in the evening sun, Mr. Chris Thornycroft-Smith, senior executive of DAF, the event sponsors, presents the winner's trophy and a cheque for £5,000 to Britain's Jamie Reeves, the world's strongest man.